Hoi, wat leuk dat je er weer bent en welkom bij weer een nieuwe Clean With Me. In deze video ga ik ons hele huis opruimen. En ik weet niet of jij dit ook hebt, maar met de lente voor de deur ben ik extra gemotiveerd om alles weer lekker schoon te maken en op te ruimen. En deze opruimvideo is ook extra lang, zodat we het misschien samen kunnen doen. Hoe dan ook hoop ik hiermee te kunnen motiveren om ook weer lekker zelf aan de slag te gaan met het opruimen. Want geloof mij, een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. En zoals altijd zou ik zeggen, ga er lekker voor zitten. Geef deze video alvast een duimpje omhoog, daar zou je mij heel erg blij mee maken. En dan gaan we snel beginnen met het opruimen. Ik begin met het opruimen van de keuken. En als ik heel eerlijk ben, heb ik hier echt een enorme hekel aan. Omdat dit dan ook het deel in ons huis is wat heel snel rommelig en vies wordt. En dat is natuurlijk ook logisch, want in een huis wordt nou eenmaal geleefd. Maar toch vind ik dit soms best wel pittig. En het klinkt misschien wat overdreven, maar ja, je snapt vast wel wat ik bedoel. Zeker nu we ouder zijn van Jason, lijkt het leven maar door en door te gaan. En soms zou het zo fijn zijn om even op de pauzeknop te kunnen drukken. Maar ja, het houdt niet op. Niet vanzelf. Grappen George en ik dan wel eens tegen elkaar. Want echt, zodra je het aanrecht helemaal schoon en opgeruimd hebt en je even 2 seconden niet kijkt, dan staat er alweer van alles. Maar ja, soms is het gewoon even verstand op nul en gewoon gaan. Iets waar ik heel erg blij mee ben, dat is dit opvouwbare afwasteltje. We hebben natuurlijk best wel een grote wasbak en als je deze elke keer zou moeten vullen met water, dan zou je hier best wel veel van verbruiken. En dit afwasteltje helpt mij dus om water te kunnen besparen. Wat ik persoonlijk erg fijn vind werken, is om alles eerst in het sop af te wassen. Dan het teltje weer te vullen met een klein laagje water. Om daarin dan alle spullen die je net hebt afgewassen weer af te kunnen spoelen, zodat het sop eraf is. En op deze manier probeer ik dan ook weer een beetje water te besparen. Als je deze doekjes nog niet kent, dan zou ik zeggen ren naar de Action. Want dit zijn echt mijn favoriete schoonmaakdoekjes. Ze krijgen alles zo super mooi schoon. Ook bijvoorbeeld als je kranen hebt. Ja, die kalkvlekken en andere vlekjes erop. Die krijg je hier zo makkelijk mee weg. Ook aanslag in gootsteen. Echt, perfect. De ene keer neem ik het aanrecht af met een vaatdoek. Maar soms vind ik het prettig om even snel te werk te gaan. En dan zijn dit soort doekjes dus echt ideaal. Tijdens het filmen stond dit natuurlijk al de hele tijd op het aanrecht. Maar iets wat ik echt al zo lang wil doen, dat is deze koelkast organizer gaan indelen. Deze heb ik gekocht bij de Vibra voor, 5 euro. Je ziet het, geen geld. Ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, maar ik gok dat ze deze misschien nog wel in de winkel hebben liggen. Kijk, en zoals je ziet is dit dus zo'n draaiplateau. Ook handig gewoon voor in je kastjes of voor in de badkamer. Voor, maakt eigenlijk niet uit waar. Het is echt ideaal en ik vind het hier zo mooi aan dat het doorzichtig is. Dus ik ga even kijken of ik misschien de koelkast wat beter kan organiseren. Ik ben zo blij dat ik eindelijk dit draairek kon vullen. Volgens mij stond het namelijk echt al iets van een maand op ons aanrecht. Maar het kwam er maar telkens niet van. En het is ook niet dat ik wil zeuren of wil uitsloven van, oh, je hebt het zo druk als je kinderen hebt. Maar ja, ik weet niet. Het is gewoon echt anders. En alle vrije tijd die je dan over hebt, dat wordt dan meestal gevuld met de dagelijkse routineklusjes. Zoals het schoonmaken, het opruimen. En ja, dan schieten dit soort dingen er gewoon helaas bij in. Even een
tipje voor jullie. Iets wat mij altijd heel erg helpt is om ook gewoon lekker een muziekje aan te zetten of iets van een audioboek te luisteren. Daarover gesproken, dit is verder niet gesponsord of zo. Ik heb alleen een kortingscode voor jullie, voor Storytel. Ik zal het wel in de videobeschrijving zetten, want daarmee kun je dan de eerste 30 dagen gratis luisteren of zo. Nou ja, mocht je het daarna niet willen, dan heb je in ieder geval 30 dagen gratis kunnen luisteren. Moet je het wel op tijd opzeggen natuurlijk. Maar iets wat ik dus heel erg fijn vind de laatste tijd is dus audioboeken luisteren. En een van de favoriete boeken die ik op dit moment luister is Jagen, Verzamelen, Opvoeden. Of Nice Girls Don't Get Rich of Nice Girls Don't Get The Office Corner. Nou, die vind ik ook allebei heel erg leuk om te luisteren. Even een tipje mocht je ervan houden. Ik heb een kortingscode. Check het in de videobeschrijving. Dan het volgende deel in onze woonkamer en dat is de eettafel. En net zoals de keuken is dit ook echt zo'n plek waar het heel snel rommelig wordt. We hebben dan ook best wel een grote eettafel en dat is natuurlijk heel erg fijn, want dan heb je veel ruimte. Maar met zo'n grote tafel is het dus ook heel erg verleidelijk om even dingen snel neer te leggen. Ja, en die dingen liggen er dan voordat je het weet ook alweer de hele week. Dus dit zijn echt gewoontes die ik heel graag wil veranderen in 2023. Vaak is het ook zo dat je bepaalde dingen op een gegeven moment niet meer ziet. Zoals spullen die eigenlijk ergens anders horen te liggen. Of misschien juist spullen die nog niet echt een eigen plek hebben in huis. Dat is dan ook zeker een tip die ik je wil geven. En dit zul je ook wel heel vaak horen. Maar zorg ervoor dat alles zijn eigen plek heeft in huis. Want dat ruimt zoveel makkelijker op. De eettafel en de keuken die zijn nu helemaal netjes. Het enige waar ik nu over twijfel is, ga ik nu eerst deze chaos bij de box opruimen? Want dit zijn zeg maar allemaal spullen van Jason en ook een paar golfspullen zie ik ertussen staan. Of ga ik deze hoek in de kamer opruimen, zeg maar de bank en al het speelgoed van Jason? Want ik weet niet of ouders dit herkennen, maar als je het speelgoed opruimt, ja, dat is eigenlijk nutteloos. Want dan is het echt 1 seconde later is het gewoon weer ontploft. En iets wat ik eigenlijk wel echt al een tijdje wil uitzoeken, dat is deze chaos hier zo. Omdat dit blijft echt rommelig en alle spullen die hier liggen, die hebben nou niet echt een plek eigenlijk. Ook hebben we zeg maar een box waarbij er een lade onderin zit. Nou, dat is natuurlijk heel erg fijn, maar aan de andere kant zorgt het er ook voor dat je weer allemaal spullen erin gaat stoppen en dat het daar weer een soort van rommeltje wordt. Dus misschien moet ik dat eerst gewoon even gaan uitzoeken. Ik merk ook een beetje dat mijn motivatie, dat die een beetje omlaag gaat. Dus misschien is het goed om heel even tussendoor iets anders te doen en dan zometeen hier weer mee verder te gaan. Twijfel ik hier toch nog een klein beetje over, want we branden eigenlijk nooit kaarsen. En aangezien het 3 van die kleine theelichtjes zijn, staat dat misschien een beetje rommelig. Hoe lekker is het als gewoon de hele tafel leeg is? Afgezien van de onderzetters natuurlijk. Dus ja, ik ga dit er denk ik toch van afhalen. Ik ga toch hier dit gedeelte opruimen. Wat ik ga doen, ik ga eerst de lade ga ik even helemaal uitzoeken. Alle dingen die naar boven kunnen, die ga ik daar neerleggen. Daar ligt al een stapeltje met spullen die naar boven kunnen. Dus nou, ik ben benieuwd wat ik tegen ga komen. Wat ik ook nog zou kunnen doen, is de spullen uiteindelijk in die tas doen. Die ik mee naar boven kan nemen, want dat gaat ook makkelijker. De lade onder de box is gevuld met allemaal spullen voor Jason. Deze hebben wij sinds de bevalling nooit echt opgeruimd. En in de tussentijd is de lade best wel vol geworden. Ook hebben we wat mandjes staan waarin we wat losse dingen bewaren. Maar eigenlijk moeten we die naar een andere plek. Zoals bijvoorbeeld de jassen van Jason. Die horen natuurlijk gewoon aan de kapstok. Maar vanuit luiheid, als we dan thuiskomen, leggen we het vaak eventjes hier neer. Maar ja, dan zul je zien dat het vervolgens de hele week daar ligt. Ook dingen zoals wanten en mutsen die haal ik er tussenuit, omdat die gelukkig niet meer nodig zijn met de lente voor de deur. Thank you.
dan nog het laatste deel van de woonkamer en dat is het gedeelte bij de bank en televisie. En hier ligt dus ook het speelgoed van Jason en dit is iets wat ook weer binnen no time een enorme chaos is. Wel hadden we laatst al het speelgoed van Jason uitgezocht en hebben we alles waar hij of te oud voor is of te jong voor, dat hebben we er tussenuit gehaald. Maar ja, dat speelgoed dat blijft ook wel echt een dingetje. Dus mocht je ouder zijn, ik ben heel erg benieuwd hoe jullie het doen met het speelgoed. Laat het eventueel maar achter in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Het is niet perfect, maar het is in ieder geval weer een beetje netjes. En het liefst zou ik voor het speelgoed wat hier ligt, het zit nu in van die manden en het ligt een beetje, soort van los op de vloer. Het liefst zou ik daar nog iets anders voor willen vinden. Eigenlijk zijn we ook een beetje op zoek naar een nieuw tv-meubel. Ja, hier past gewoon niet zo heel erg veel in. Dus het zou heel lekker zijn om bijvoorbeeld zo'n typisch IKEA-meubel te hebben waar je dan van die manden in kan zetten. Maar dan kunnen we wel al het speelgoed kunnen we daarin zetten. Of ik zat te denken misschien hier onder de salontafel om daar onder bakken te zetten. Maar ja, dat ziet er dan misschien ook een beetje rommelig uit. Dus dat blijft gewoon een beetje een zoektocht. En sowieso dat speelgoed, ik weet niet waarom ik het opruim. Want zodra Jason vanmiddag weer thuis komt, is de boel ontploft. Maar een boek wat ik momenteel aan het lezen ben, dat is Jagen, Verzamelen, Opvoeden. En echt, dit boek wil ik zeker gaan toepassen op ons eigen leven. Zeker als Jason straks iets ouder is. Hij is nu namelijk net even iets te jong om echt te kunnen helpen met huishoudelijke klusjes. Maar zodra hij iets ouder is, wil ik dit zeker gaan toepassen. Dus mocht je ouder zijn en ook behulpzame kinderen willen, dan is dit boek echt een aanrader. Oké, het komt er eigenlijk op neer dat het boven ook echt nog steeds één en al grote chaos is. Maar ik zit dus een beetje te twijfelen. Maar ik denk dat ik gewoon ga beginnen met mijn eigen werkkamer. Ik ga gewoon mezelf eventjes op de eerste plek zetten. Dat is als vrouw is dat soms heel erg moeilijk. Maar aangezien mijn werkkamer, ik wil gewoon dat het daar netjes is. Want dat beïnvloedt natuurlijk ook mijn hele werkdag. Dus ik ga me als eerste focussen op deze ruimte. Sinds ik mijn werkkamer helemaal heb kunnen opruimen met de hulp van Julia, ben ik deze ruimte echt zoveel meer gaan waarderen. Zo probeer ik na een werkdag alles weer even snel netjes te maken. Of ik probeer het in de ochtend voordat mijn werkdag begint. Ik merk dat ik veel productiever ben, ik ben minder snel afgeleid en ook veel meer gemotiveerd om te werken wanneer deze ruimte gewoon netjes en schoon is. Het probleem is dat ik mijzelf vaak nooit echt de tijd gunde om deze ruimte netjes te houden. Maar nu is het gewoon iets wat ik heel erg belangrijk vind en waar ik dus ook echt de tijd voor vrij maak. Kijk, nou dit is al een stuk beter. Ik heb hier de dingen die zijn overgebleven. Dit is allemaal oud papier, dat kan weg. Deze hele doos die zit nog vol met allemaal spullen die naar een andere ruimte moet. Mijn PR-karretje trouwens. Oh kijk, dan jij zit helemaal vol. Dus ik moet deze week ook echt een paar producten daarvan gaan uitzoeken eigenlijk. Mijn hele PR-kar is al een opruimvideo om zich, maar goed. En dan nog wat dingen die in mijn kledingkast moeten. Maar verder is het weer lekker opgeruimd om te kunnen werken. Oké, ik ben even benieuwd. Laat het weten in de comments. Maak jij iedere ochtend je bed op?
Nou, om heel eerlijk te zijn, doe ik dit echt bijna nooit. Maar eigenlijk is dit ook wel een goede tip. Want als je je bed meteen opmaakt na het wakker worden, dan zet je hiermee de toon voor de rest van de dag. En dat is dus ook weer even een reminder voor mezelf dat ik dit gewoon weer vaker moet doen. De babykamer is echt nog een beetje chaos, omdat we het oude bed, dat hebben we nog niet kunnen verkopen. Want zoals je kan zien, de onderdelen van het bed die staan daar nog en hier om de hoek. En het matras hebben we voor zo lang eventjes hier op de grond gelegd. Voor de mensen die het eventueel zouden willen kopen, inclusief matras. Maar dat zorgt er dus voor dat deze hele kamer, nou ja, dat echt een beetje een rommeltje is. Maar de dingen die ik kan opruimen, daar wil ik nu wel echt eventjes naar kijken. Inmiddels hebben we ons oude bed kunnen verkopen, wat echt heel erg fijn is. Waardoor we ook weer wat meer ruimte hebben gekregen in deze ruimte. De komende weken hebben we al best wel veel gepland. Maar mochten we weer extra tijd overhouden, dan wil ik Jason zijn kamer echt heel graag wat meer speelproof maken. Ze lopen er bijvoorbeeld leidingen bij de muur. Nou, die wil ik bijvoorbeeld dan mooi wegwerken. En het lijkt me ook heel erg leuk om iets van een leuke speelhoek voor hem te maken. Zijn we aangekomen bij de laatste ruimte van het huis die ik vandaag wil opruimen. En dat is de badkamer. En het is... als ik dit zie, het is ook echt verschrikkelijk. Heel eerlijk, ik heb hier echt totaal geen zin meer in. Maar het is de laatste ruimte van het huis. Dus dat betekent dat als ik dit heb gedaan, dat het hele huis gewoon weer lekker opgeruimd, schoon en netjes is. Nog even de schouders eronder zetten. En als ik dit heb gedaan, dan ga ik mezelf trakteren op een ijskoffie. Althans trakteren, ik ga hem zelf maken. Dus dat is ook een tipje. Mocht je geen motivatie meer hebben, denk aan iets leuks. Wat je dan als een soort van beloning aan jezelf geeft achteraf. Dus laten we het doen. Zoals hier in de ochtend, dan zet ik Jason altijd even in zijn wipper. En dan krijgt hij van mij zeg maar dit mandje met alle... watjes erin. Dan laat ik hem daar gewoon even mee spelen. Maar dan gooit hij natuurlijk alles overhoop. Met als gevolg dat alles nu op de grond ligt van die dingetjes. Maar goed. Dus ja, dit ziet er natuurlijk heel erg rommelig uit. Maar dit is echt binnen 10 seconden natuurlijk opgeruimd. Ja, de badkamer. Ook echt zo'n ruimte waar het heel snel weer rommelig wordt nadat je het hebt opgeruimd. We hebben trouwens laatst gekeken voor een nieuwe douchecabine en een nieuw meubel voor bij de wasbakken. En het meubel viel ons alleen helaas een beetje tegen qua prijs. Dat was echt even te duur. Dus ik ga even nadenken of er misschien een andere oplossing is om deze hoek en ruimte iets rustiger te laten ogen. Dat dingen er gewoon wat netter uitzien. Maar voor nu probeer ik dus even alle losse dingen die in de weg liggen op te ruimen. En ook alle spullen die ergens anders horen, zoals bijvoorbeeld deze kussens, die haal ik hier natuurlijk weg. Ik ben zo blij, want het hele huis is dus helemaal mooi opgeruimd en weer opnieuw georganiseerd. Ja, ik ben er echt super blij mee, want zo ga je dus ook heerlijk het weekend in. Mocht je nu nog steeds niet genoeg motivatie hebben, check dan even zeker deze video's voor nog meer opruiminspiratie. Super leuk dat je er was en hopelijk zie ik je weer bij de volgende video. Doeg!